vandaag zijn wij ook dealer geworden van Hesketh Motorcycles. Dat is een Britse luchtgekoelde Big Twin. Voor 45.6, you don't use the clutch, but down 654 you always right. Use yeah, right. It's just only like a lock in the motorcycle. Yeah. Dat betekent alles op het gebied van custombouw, veel onderhoud aan originele Harley-Davidson motoren, als ook onderdelen verkopen, advies geven en ook voornamelijk ook tunen van Harleys. Nou goed, dat tunen dat is op het gebied van injectiemotoren, maar ook de oudere carburateur versies. Het enige wat we eigenlijk niet doen is zijn de shovelblokken van Harley. Dus vanaf Evo, Twinker, Vierhot, etc. en custombouw, daar zijn wij heel erg druk mee bezig. Nou, dit is de motor waar ik het net over had, de Hesketh 24. Deze prachtige superbike eigenlijk. Die gaan wij verkopen bij Harley Downtown. Wij zijn daar dealer van. Dit is Neil van Hesketh Motorcycle zelf. Hi Neil. Nice to meet you. Thank you. En hij gaat iets vertellen over deze bijzondere motorfiets. Okay, so here's the Hesketh 24. We're running the S&S 2-litre X-wedge motor in there. We've got a Baker 5-speed transmission plus overdrive. The bike, the frame is done from Racing Dynamics, yeah. And we're running Blackstone BST full carbon wheels, yeah, on the bike. The suspension is the Owens Moto GP on the front forks. And Harris yokes, obviously adjustable Owens on the rear. The brakes are from Behringer, which you only really find on aircraft. So yeah, you know, we're giving all of this horsepower and all of this engine a lot of stopping ability for it. So we've done the bike in the colour scheme of James Hunt to celebrate James Hunt with his Formula One racing career with Hesketh and the Hesketh win at the Zandvoort race circuit, the Dutch Grand Prix. Yeah, this was the only one that they did. The bike has Stax electronics, there's all of the computers for your oil, speedo, miles, etc. on there. Here on the tank we've got the dial for the gear selection, your lights, turning indicators there. The fuel tank is made up of three parts. So we have the top tank, a mid-range tank, and then a tank down the bottom here, which allowed us to get the 19 litres capacity total fuel. And the reason being for that is that this tank here is actually hollowed out to allow the cooling, yeah, okay, for the heads, yeah, so to increase the cooling capacity. So we see the S&S motor is a dry sump motor. So all of the oil for the engine is here in the swing arm. Okay. That's yeah, all built into the, yeah, the swing arm. All of the pegs, all of the alloy work here is all done, machined by ourselves, designed by ourselves. All of the casings. Yeah. All of the panelling work for it. So yeah, here it is, the new Hesketh 24. So there'll only be 24 of them in the world. So it is a very, very unique, prestigious motorcycle. People have to hurry. They do, yeah, they do have to hurry. They are selling very, very quickly, and people will own a piece of history, yeah, in the motorcycling world by having a Hesketh 24. Not many left to sell. No, there is 14 bikes left to sell. Okay. So it is getting quick and hurry up. Hurry up, everyone. Yeah. Yeah.
vandaag is een bijzondere dag. De Hesket staat hier tentoongesteld zodat iedereen hem kan zien voor het eerst in Nederland en ja, op het vasteland sowieso. Het is een Brits merk, Hesket. We zijn er hartstikke blij mee. Ja, Glenn, vertel jij maar even verder. Ja, de Hesket Motorcycle is een hele bijzondere Britse motorfiets. Ten meer omdat het 30 jaar geleden is dat Hesket voor het laatst een motor op de markt heeft gebracht. Sinds vorig jaar hebben ze daar nieuw leven in geblazen en ze zijn nu gekomen met de Hesket 24. En dat betekent eigenlijk dat er 24 Hesket motoren worden gemaakt. Dus een gelimiteerde oplage. En ja, wat maakt deze motor zo bijzonder? Nou, ten eerste omdat het een Britse Big Twin is. Normaal praat je eigenlijk alleen maar over Amerikaanse Big Twins. Hè? Zoals Harley Davidson, Victory, Big Dog en dat soort modellen. Maar dit is een echt Brits merk. Nou, hij is gelieerd eigenlijk aan de F1 auto. Formule 1 auto van James Hunt uit 1974. Hij draagt ook dezelfde kleuren. En nou goed, wij zijn heel erg dankbaar dat wij dealer zijn van Hesket en deze motor mogen verkopen in Nederland. En namens bekendheid mogen geven. De elektromotor die heeft lager is die voor 20.000 uur zijn gereden. Dus dat betekent dat je gewoon meer over de levensduur van je motor heen komt. Voor de rest, echt reparaties zijn alleen maar slijtdelen, onderhoudsdelen. Er zitten geen revisies in. We hebben dus geen kleppenstellerij, die komen ook niet, maar die zijn er niet. Nou, jullie kunnen ons vinden aan de Ratio 3B in Duiven. Dat is dezelfde afslag als het Van der Valk Hotel. Ons website is www.hddowntown.nl. Je kunt ons ook vinden op Facebook. En dat is www.facebook.com/hddowntown. En ons telefoonnummer is 026-3121-089. We zijn op maandag gesloten. En we zijn geopend van dinsdag tot met zaterdag van 9 tot 5 uur.